Dutchy. Ja, dat is de familie die in dit huis woont op de bergen van Iron Hills. Ik zal je vertellen, dit is geen kleine familie. Het is een groot gezin van vele kinderen. Vader Gavin Hutchin zorgde maar al te goed voor de kinderen. Het was er altijd gezellig op de berg. Alle kinderen van hun vader en moeder zijn meegenomen door mensen uit Mordor. Ze dachten dat deze kinderen vervloekt waren en namen ze daarom mee. Er is nooit meer iets van ze gehoord. Het was een verschrikkelijke tijd. Roy had zich zo verstopt in een geheim plekje in de kelder. Zo konden de mensen van Mordor hem niet te pakken krijgen. De moeder mocht als enigste blijven, omdat ze zwanger was van een kind. Bo Hutchin. Op de dag wanneer moeder ging bevallen van haar dochter Bo Hutchin, was er een hele grote storm bezig rondom Iron Hills. Overal zag je bliksem en hoorde je de donders. Tijdens de bevalling is er bliksem in het huis ingeslagen, waardoor hun moeder is overleden. Bo Hutchin mankeerde gelukkig niks, totdat ze ouder werd. In de tijd van nu leven Bo Hutchin en Roy Hutchin in een eentje op de berg van Iron Hills.